Ja, dit zijn die heerlijke voetbalmiddagen toch. Dit zijn de mooiste. Prachtige sfeeractie. Er is weinig sympathie richting elkaar, zoals het hoort bij een derby. Kirivella naar Manu. Dat is Manu. Buitenkantje voet, lekker gegeven en hij zit er meteen in. Het is weer een droomstart voor Go Ahead. En het doelpunt is van Pedro Chirivella. Dit is een traditie, zou je kunnen zeggen, bij Go Ahead PEC Zwolle. En Jans heeft er alles aan gedaan. De ploeg scherp krijgen, het systeem anders. En het heeft allemaal vooralsnog niets geholpen. Boei. Wordt Madsen lekker neergelegd. Menig om de keeper. De hoek is lastig, maar hij zit er wel in. 1-1 Menig. We zijn nog geen 5 minuten bezig. Dit zijn toch die potjes waar je al weken op verheugt en waarbij dan in de praktijk het vaak wat tegenvalt. Nou, 5 minuten 1-1, alstublieft. Zwarthoed is te laat en dan is de hoek allesbehalve makkelijk voor Menig. Maar dan krijgt hij er wel in. Knap afgemaakt nog door Quincy Menig. Mokta. Schot. Voor Warmerdam, geen probleem. Voor Zwarthoed. Jans zoekt contact met Warmerdam, maar dat valt niet mee. En die staat heel ver weg. Van Polen houdt hem binnen. Een strakke bal. Mokhtar! Ja. Heerlijke voorzet hoor van Bram van Polen op het hoofd van Younes Mokhtar. Brok Madsen met Schenk. Schenk wint. Duits. Zo, Mokhtar. Daar is de eerste kaart van de wedstrijd. Er zal toch niemand hebben ingezet, neem ik aan, op geen gele kaarten. Ja, dit is ook een voorkomen terecht hoor, laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Geweldige aanname, maar ook een geweldige tackle van Boei die er bovenop zit bij Hendricks. Dan wacht hij te lang en is hij de bal kwijt aan Crowley. Antonia. Losinho mee. Antonia. Probeert het zelf. Geen probleem voor Van der Hart. En dan de schoot op doel is uiteraard beperkt gebleven. Uiteraard. Als de wedstrijd heeft gezien, snap je dat het niet al te veel zijn. Na die zeer merkwaardig eerste 5 minuten. Hoog gemist. Even daardoor is hier Crowley. Crowley van richting veranderd. Valt hij er net over. Duits. Zijn Mak. Thomas. Menig buitenspel. Dus moet hij wachten. Nu dan. Naar Mokhtar. Komt Zwarthoed. Zwarthoed. Oh, dat is niet goed genoeg. Het is nu misschien Thomas die het in één keer kan doen. Nee, daar is Zwarthoed. Kopkans hier, Mokhtar. Dan een counterkans voor Zwolle. Saimak ziet Menig, ziet Mokhtar. De paas is goed. Hier is Mokhtar. Reuzenkans Zwolle. Younes Mokhtar. Oh, wachten wat lang. Dan kappen en dan schieten. Maar de redding is fraai van Zwarthoed. Hij lijkt te lang te wachten, Younes Mokhtar. Maar komt nog tot een heel gevaarlijk schot. Brok Madsen. Kopt de bal op zichzelf door. Dat is ook knap. En nog een halve omhaal ook. Geweldige actie. Thomas! Oeh, wat scheelt het? Hier is bijvoorbeeld Menig langs. En Menig. Oh, als hij hem zo maakt. Hij wil het iets te mooi doen misschien. Hier verdedigt Warmerdam goed. Is de bal op Menig meteen goed. Uiteraard aan de paas van Boei. Heerlijk gegeven. Menig, de bal is uit geweest.
Nee, het spel gaat door. Menig mag door en dan heeft hij de voorzet. Er is over de redding van Zwarthoed. Op deze vast zijn mak. Goeie voorzet. Knap genomen. Knap gepakt. Fischer. Maatsen. Niet erg rennend warmer dan. Nou, dan is daarna maar niet goed. Maar dan heeft het allemaal wat beter onder controle nu. Zidivella, Duits. Nog een balletje. Hendricks. Hendricks met het schot. Oh. Ze kijken, ze denken wat te doen. Wie te brengen. Is hier Warmerdam weg. Dit is Warmerdam met de grote kans. En hij schiet hem erin. Het is Zwolle dat de leiding neemt. Via Django Warmerdam. Zijn derde doelpunt van het seizoen. Maar deze zal hij nooit vergeten. In deze wedstrijd staat hij opeens helemaal vrij. Is Maatsen in geen velden of wegen te bekennen. Zijn directe tegenstander. En die maakt hem dan heel kalm af. Heel beheerst en goed afgerond door Django Warmerdam en Zwolle leidt. Slimme bal, Thomas. Oh. Ja, die kreeg een penalty, ja. Ik wou net zeggen, die wordt behoorlijk ondersteboven gelopen daar. En de strafschop voor Zwolle zou dan deze wedstrijd moeten beslissen. En dit is geen handige actie voor Crowley. Die beukt hem van ondersteboven, natuurlijk is dit een penalty. Om er nog een spannende slotfase van te maken, moet Zwarthoed een helderrol vervullen. Of blijft Van Polen cool? Dat blijft hij zeker. Van Polen scoort en Zwolle wint de IJsselderby. Dat kan toch niet meer mis? Kijk eens hoe blij Van Polen is. Wat een ontlading. Pijn bij Go Ahead. Dat voor de tweede keer dit seizoen verliest van PEC Zwolle. En wat zal er meer pijn doen? Die laatste plaats of de tweede nederlaag van het seizoen tegen de aartsrivaal. En dus is blauw-wit blij